Snack lijkt wel klaar voor de Elfstedentocht. Op het ijs bij de Waterpoort troffen we Tweede Kamerlid Jacques Monash van de PvdA. Hij baalt dat hij is uitgeloot, maar ziet toch uit naar de tocht der tochten. Monash verwacht heel wat Haagse dames en heren in zijn woning in Sneek. Komt er een Elfstedentocht? Ja, volgens mij komt er een Elfstedentocht. Ik heb een paar stukken van het parcours gedaan. Ziet er hartstikke goed uit. En die zwakke plekken, ik heb er alle vertrouwen in dat de ijsmeesters dat gaan oplossen. Ja. U bent een fanatiek schaatser? Ja, maar ik ben niet een hele beste schaatser, maar ik ben wel een fanatieke sportman. Dus ik ben het weekend al flink op pad geweest, vanmiddag op pad geweest. Dus helaas ben ik dit jaar uitgeloot, maar ik had hem graag willen schaatsen. Hoe gaat het? Nou, dat is heerlijk. Het is een prachtig ijs van hier, het IJls. We zijn net aan het vegen geweest daar. De vegen was even leeg met benzine, daar hebben we bijgevuld. We hebben wat benzine naartoe gebracht. Dus dat zijn nu de geel aan het schoonvegen. Een paar slechte stukken nog met wat sneeuw, ijs, maar voor de rest is het spierig glad. Ja. Dus ik ben vanaf Oostinkhuizen tot hier is het gewoon schoon. Ja. En veel mensen op het ijs? Ja, honderden. Iedereen heeft een dagje vrij, hè? Ik ook. U bent uitgeloot, maar is dat niet enorm balen? Ja, het ergste is mijn broertje, die is ingeloot. Maar die woont in het buitenland, dus die moet nog komen. Maar ik kan het niet maken om op zijn kaart te gaan schaatsen natuurlijk. Het is natuurlijk balen, maar ik geniet net zoveel van het feest. Dus ik ga langs de kant staan met familie en vrienden en met iedereen in Friesland. Het wordt een prachtig feest. Lekker geschaatst, dames? Ja. En wat denken jullie ervan? Komt er een Elfstedentocht? Nee, ik denk van wel. Ik niet. Ja, maar ik moet wel een paar mensen teleurstellen. Ik heb al zoveel telefoontjes gehad dat ik heb echt alle matrassen heb ik al weggegeven. Maar als mensen zoiets hebben, kan ik me even komen opwarmen, zijn ze altijd welkom. En Cohen, komt hij ook even langs? Nou, ik zie hem morgen weer. Ik zal dus even met hem gaan bespreken. Want ik denk dat hij, maar wel heel veel andere mensen uit mijn fractie uit Den Haag, zullen wel naar Sneek willen komen. Dus het wordt een groot feest. En wat denken jullie ervan? Komt er een Elfstedentocht? Ja, een beetje aanwachten. Ik weet het niet. Ik durf het zo niet te zeggen. Hoe leeft de Elfstedentocht in de Tweede Kamer? Nou, heel erg. We worden natuurlijk veel media vraagt ons daarna, zeker naar de Kamerleden die uit Friesland komen. En ik weet zeker als ik morgen weer in Den Haag ben, dat heel veel mensen vragen van hoe staat het ermee, hoe is het ijs? Want in het westen zijn ze net zo gek ervan als op dit moment hier in Friesland. Het is natuurlijk fantastische reclame en promotie voor Friesland. Maar het wordt wel zaak als iedereen komt dat we ons wel van onze beste kant laten zien. En vooral die mensen die allemaal hier naartoe komen. Want ik denk wat we nu gaan meemaken, dat wordt een spektakel. Dat gaat bijna lijken op de intocht van het Nederlands elftal. En wat denkt u ervan? Komt hij er? Ja, ik denk, jij weet niet wat de dip gaat doen. Er komt even een kleine dooiaanval, geloof ik, is na het weekend. Dus, maar al, ik verwacht als dat niet te erg wordt en dan verliest een beetje aan dat we volgende week wel hebben. Want het is, hier is het perfect. Dus ik denk dan een flinke week vorst en het kan. Ja. Simpel. Nou, veel plezier nog op het avond. Ja, succes hè. Oké. Hoi.